DigiDex vindt dat we in de mediarel over de mishandeling van Jamie Vaas één ding over het hoofd zien. Het slachtoffer is Jamie, maar ik denk in dit geval dat Lil Kleine zelf ook een slachtoffer is en dat geldt in alle gevallen ook. Weet je wel, dat de dader vaak net zo goed slachtoffer is, aldus de zanger gisteren in RTL Boulevard. Misschien heeft Lil Kleine wel een heel lastige jeugd gehad, aldus Diggy. Iets wat misschien vroeger gebeurd is of dat er dingen op zijn pad zijn gekomen. Ik praat het nogmaals niet goed, maar het is wel iets om bij stil te staan, denk ik. Zijn collega Glenn Faria, het is iets wat ik fijn zou vinden als we daar allemaal oog voor hebben. Ah, Jamie moet dus gewoon een beetje oog voor hebben voor het ondraaglijke leed van Lil Kleine. Het liefst wel een blauw oog, als het aan de rapper ligt, maar dat zijn kennelijk details. Diggy wordt volledig door de mangel gehaald door de bezoekers van nu.nl. RMC, wiens reactie is uitgelicht door de redactie van de nieuwsite, zegt, met die redenatie kun je iedere discussie wegrelativeren. Bovendien, iedereen die zegt, ik wil het niet goed praten maar, heeft het toch echt niet begrepen. Hij vervolgt, snap niet goed wat onze Dex hier precies mee wil zeggen. Het is bovendien geen incident. Er is sprake van een probleem, een patroon dat zich herhaalt. Straf en behandeling is op zijn plaats, als er wettig en overtuigend bewijs is. Praten we later over zijn moeilijke jeugd, goed. Robin ergert zich dood aan Diggy. Hij zegt dat hij het niet goed praat, maar in mijn ogen doet hij dat wel degelijk. Dat hij vervelende dingen meegemaakt kan hebben is wellicht sneu voor hem, maar dat is geen reden om een ander te mishandelen. Zoek dan hulp. En Co zegt, waarom wordt zijn gedrag nou weer gebagatelliseerd? Het is toch zijn eigen keuze om Jantje Knok uit te hangen? Het is zijn keuze om zich niet onder controle te kunnen houden. Hij had ook de keuze om zich hiervoor te laten helpen. Alles is een keuze. Chatte vindt eveneens dat Diggy diarree praat, 99,9% van de mensen hebben shit meegemaakt. De een wat heftiger dan de ander, maar er is niemand zonder littekens. De een zal ook anders reageren dan de ander op soortgelijke gebeurtenissen. Echter is het nooit een excuus je partner maar in elkaar te stompen. Why Worry zegt tot slot, had Diggy echt hoger ingeschat. Best verdrietig hoe dit soort artiesten ver van de werkelijke wereld en eigen verantwoordelijkheid staan. Helaas is Diggy nu ook iemand die sterk mijn respect heeft verloren.